Yo mensen, Jarrasque hier en welkom bij weer een keertje Modern Warfare 3 op mijn kanaal Jarrasque Gaming. Natuurlijk heb ik al een lange tijd geen Modern Warfare 3 meer geüpload en ik dacht, ik ga gewoon een live compleetje maken op Modern Warfare 3. Zo te zien spelen we gewoon 6 tegen 6 domination op de map Dome. Ik speel solo en ik heb het echt al 3 maanden niet meer gespeeld, dus ik ga waarschijnlijk echt super slecht. Maar dat maakt verder ook niet uit. Even kijken of we hier een wallbang kunnen krijgen. Oké, dat gaat dus niet lukken. Ik weet nu wel dat ze via deze kant komen lopen. Want die Yassine ligt daar wel leuk op de grond. Maar ze moeten volgens mij wel via die kant komen. Ik heb eigenlijk nog nooit Dome gespeeld, joh, Modern Warfare 3. Ik lief altijd als ik Dome krijg. En dat komt gewoon omdat ik het echt een rot klein kutmapje vind. En ik hoop dus gewoon wel dat ik een goede score ga neerzetten. We hebben in ieder geval Assassin. Waar we helemaal niks aan hebben op de map Dome. Maar dat maakt verder ook niet uit. Want we hebben het wel gewoon. Kijk, het gaat erom dat je het hebt, weet je. Als het kan, dan kan het. En als het niet kan, dan kan het niet. Maar je hebt het wel. Dus we moeten nu gewoon even gaan opletten, want ik ken deze map dus echt totaal niet. Dus ik... Ja, ik weet wel hoe die in elkaar zit, maar ik weet dus niet hoe ik hem moet spelen als het ware. Dus ik moet nu gewoon even een beetje op afstand blijven. En ik zie vanzelf wel of ik een kill krijg of niet. Ik zit nu gewoon door de muur heen te sprayen namelijk. En ik merk vanzelf alles wel. Ik ga gewoon proberen een mo-opje te halen. Gewoon een Road to Life mo-op of zo wordt dit. Maar of het gaat lukken, dat betwijfel ik nog. Want Modern Warfare 3 speelt echt gewoon heel anders dan... Black Ops 2, je hebt natuurlijk geen dexterity. Je hebt wel weer die specialist bonus wat echt gewoon helpt bij het halen van een mo-op. En je hoeft ook geen vlaggen te pakken in dit spel, dus die laten we lekker zitten daarom. Ik ga die vlaggen ook niet pakken als het niet hoeft. Want daar heb je niks aan, ga je alleen maar dood als het erop ligt. Dus die laten we lekker zitten. En dan gaan we gewoon goed op onze UAV blijven letten. We gaan ook goed op de spawns blijven letten. Want ik ken deze map dus echt gewoon niet. En kijk, ze spannen dus gewoon voor je zo te zien. Dus dan moet ik op gaan letten dat ze gewoon in één keer naast me kunnen spannen. Dat ik dus niet dood ga door zo'n rare spanspot. Kijk, ze spant er gewoon weer eentje voor me. Spant er nog eentje voor me. Spant er nog eentje voor me. Spannen ze misschien nu weer aan deze kant. Ik snap niks van deze map. Maar als we hem op kunnen halen, dan ben ik wel weer blij. Alleen dan moeten we wel gewoon een beetje achter blijven staan. Want ze spannen nu gewoon weer in de bunker. En ik ga nu dus bijna dood dat ze gewoon in één keer voor me spannen. Dus we gaan nu gewoon door naar het midden toe. We hebben onze specialist bonus sowieso te pakken. En zo te zien ligt er ook gewoon hier een vestje. Dus dat vind ik wel chill van hem. Het is gewoon een dikke teamspeler hier, joh. Het is een random team, alleen het is toch een teamspeler. Dus daar ben ik wel blij mee dat hij gewoon vestjes aan op staan. Dankjewel, jongen. Ik weet niet wie het was. Misschien is het wel iemand die me kent of zo. Maar bedankt als je me kent. Dan mag je wel even reageren op deze video als je me kent. Maar bedankt voor je vestje, jongen. Dan kunnen wij nu weer doorlopen. Prachtige spam weer van deze vent. Ik heb natuurlijk die perk pro, dus als ik ze één keer raak, dan weet ik precies waar ze heen lopen, dus dat is echt een handige perk, als je die hebt en je als een pro hebt, want dan zie je dus gewoon als je ze één keer raakt, dan zie je ze precies lopen waar ze heen lopen, dus we blijven hier even bij B staan. We hebben natuurlijk de triple cap te pakken, er komt ook geen ronde switch in het spel, dat was ik ook alweer eventjes vergeten, dus we moeten nu gewoon even rustig erop aflopen. Iemand hebben ook een overwatch aanstaan, jij spant weer mooi naast me, jongen. Dankjewel voor de prachtige span, volgens mij kwam die net om me rennen. Hij heeft ook nog een martydom aanstaan. Gaan we nu weer rustig doorlopen, hebben we nog een kill te pakken, komt er nog eentje achteraan, die hebben we ook te pakken. En dan gaan we nu even opletten op die spans. Ze komen nu via deze kant of ze komen gewoon weer via die kant. Zo te zien komen ze gewoon weer via die kant. Een assist te pakken. Ik heb Hardline Pro, dus dat is een handig dat ik dan een assist krijg. Want 2 assists is natuurlijk weer een kill erbij. En dan gaan we nu gewoon langzaam erop afspannen. Allemaal in de bunker. Ik ben me nu echt gewoon aan het concentreren op het spel. Want ik wil gewoon het allereerste potje na 3 maanden geen Modern Warfare 3 meer te hebben gespeeld. Gewoon een mo-op halen. En het gaat zo te zien misschien nog wel lukken. Dat zal wel epic zijn als het me nog lukt ook. Het gaat zo te zien boven op de dome. Kunnen we die pakken? Of nee, die staat er gewoon onder. Ik dacht dat die er bovenop stond. Ik ken natuurlijk die map niet. Dus ik weet ook niet waar die stond. Maar ik zit echt op te letten nu, joh. Ik heb geen flauw idee waar die ventjes spannen gewoon. Ik vertrouw het ook gewoon niet. Het is zo'n klein mapje. En ze kunnen echt gewoon een meter naast je spannen als je niet zit op te letten. Dus je moet echt super goed blijven opletten. Want anders ga je dus gewoon kaart dood. Spannen weer allemaal in de bunker. Ik ga er gewoon langzaam op af. Misschien kan ik wat kills pakken. Dat kan ik zo te zien. En dan spannen ze nu bij de B-vlag zo te zien. Maar we blijven gewoon eventjes hier in de bunker staan. Want ik heb nu geen flauw idee meer waar ze zitten. Overwatch vliegt ook in de lucht. Die wordt uit de lucht geknald. Lekker, jongen. Het is ook gewoon de eerste keer dat ik Dome speel. En ik ga best wel lekker op het moment. We rennen gewoon weer terug naar de bunker. Want ze hebben natuurlijk de C-vlag. Dus ze spannen ook gewoon in de bunker. Ik ga mijn teammaat helpen. Want die zit hier in de penarie. Want ze spannen allemaal voor hem. Dan gaan wij gewoon naar binnen sprayen. En dan hebben we gewoon de mo-op. We hebben gewoon de mo-op. Allereerste potje op Modern Warfare 3. Live commentary. Mo-op. Allereerst de game. Lekker, jongens. Als dit geen duimpje omhoog waard is, dan weet ik het zelf ook niet meer. Ga gewoon proberen een dikke streak neer te zetten, joh. Wat zullen we halen? Mijn hoogste streak op Modern Warfare 3 is 42. Gaan we gewoon even proberen wat hoger te halen dan 42. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar ik kan me ook gewoon dood laten gaan. Misschien gaan voor de dubbel mo-op. Oké, kill jij mis? Oh, ik zei kill mis. Kill mis. Oké, we gaan gewoon proberen de dubbel mo-op te halen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar als het gaat lukken, dan zal het best wel epic zijn. Want die haal ik eigenlijk bijna nooit dubbel mo-ops, omdat ik er nooit voor speel. Maar we gaan best wel lekker op het moment. Ik ga het gewoon proberen. En dan zien we vanzelf wel hoe het gaat lopen allemaal. En ik dacht even dat dat een enemy was, maar dat was geen enemy. Dat was opeens iets randoms in de map of zo. Ik weet niet wat het was. Jij staat vast. Dankjewel, jongen. Lekker AFK gaan staan. Hè? Daar heb je heel veel aan.
Moeten we even terug naar Aren. Ik ben even de spawns aan het checken. Want ik weet echt totaal dus niet waar ze spannen in deze map. Dus ik ben hier gewoon een beetje aan het rondlopen. En aan het kijken waar ze nou precies spannen. Als ik op een bepaalde spot sta. Zodat ik zo meteen gewoon de spawns kan. Die vent moeten we wel eventjes muten. Spannen zo te zien. Gewoon weer in de bunker. Gewoon weer naast me. En dan loopt er hier eentje. Hebben we die? Oké, die hebben we. Wat een geluk. Dat was wel echt geluk dat ik deze vent had. Eventjes wachten, want we hebben nu red screen. Dus als ik er nu op af ga lopen, dan ga ik geheid dood. Dus we blijven heel eventjes een beetje achter staan. Die vent schiet alle air support uit de lucht. Dat vind ik niet aardig van je, jongen. Want die hebben wij nodig. We hebben onze UAV'tjes nodig. En dan gaan we er nu gewoon weer langzaam op af. We moeten eventjes langzaam opbouwen. Want als we eenmaal die specialist bonus hebben, dan gaat het daarna wel automatisch. Maar voordat je die specialist bonus hebt, moet je altijd gewoon een beetje rustig spelen. En gewoon die specialist bonus halen. Nog één kill volgens mij. Dan hebben we de specialist bonus. Of nog twee. Ik weet eigenlijk niet op welke hoeveelheid kills je die krijgt. Maar we gaan even langzaam naar binnen. Even wachten op de UAV. We hebben geen UAV. Oké, daar gaan we er gewoon op af. Oké, we moeten er nog één keer, want dan hebben we onze specialist bonus. Volgens mij gaan ze nu weer ergens bij de bunker spannen. Nee dus. Zie, ik ken die spans echt totaal niet. Ze spannen gewoon nog steeds midden bij A. Dus dan gaan we ook gewoon weer op af bij A. En ze spannen nu wel in de bunker. En dankjewel voor de assist. Daar had ik nog niks aan, want ik heb nog geen hardline pro te pakken. Omdat ik mijn specialist bonus nog niet heb. Gaan we gewoon rustig weer op af. Deze vent hier loopt wel in de bunker. En dan hebben we nu wel onze specialist bonus als ik deze kill kan krijgen. Oké, specialist bonus. Nu kunnen we weer op af, jongens. Nu gaan we weer supersonisch snel rennen. Nu heb je gewoon de supersonische powers of zo te pakken. En nu gaat het dus weer echt gewoon rapid. Nu gaat alles weer snel. Ik kan weer supersnel lopen. En dat vind ik chill, die specialist bonus. Want dan ben je eigenlijk gewoon onsterfelijk. Die bouncing sled die gaat ontploffen. Kijk uit, jongens. Lekker. We moeten nu wel eventjes tempo maken, want anders ben ik te laat en zit het potje erop voordat ik mijn Moab heb. Dus we moeten nu eventjes tempo maken. Eventjes wat sneller erop afgerend. Ze spannen zo te zien in de bunker weer. Of nee, niet in de bunker. Dat is de dome. Dat is het doomhuisje. Sorry, ik zei de bunker, maar dat is natuurlijk het doomhuisje. Moet ik het wel gewoon goed zeggen. Dankjewel. Moet eventjes tempo maken op het moment, want anders zit het potje erop voordat ik mijn Moab te pakken heb. Even reloaden. Het game lekt ook gewoon een beetje. Dus daar moeten we ook op gaan letten. Dat we dus een klein beetje lek hebben. Want als we dan opeens ergens vast blijven hangen of zo. En we gaan daardoor dood. Dan is het dus echt kut als je op dit soort momenten dood gaat. Jij moet even doorlopen, jongen. Want nu beuk ik tegen je aan. En daar heb ik natuurlijk niks aan. Eventjes doorlopen nu. Nu spannen ze als het goed is weer bij C. Dus gaan wij ook gewoon langzaam op C af. Ze spannen ook in mijn rug. Oké, nu moet ik gaan opletten. Nu zit ik in een kut situatie. Want ze zitten in de bunker. En ze zitten achter me. Dus ik ga meteen achter me kijken. Want ik vertrouw het natuurlijk niet als er een teammaat van me dood verschoten. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik vertrouwde het niet en het is goed dat ik het niet vertrouwde, want die vent die ging dus gewoon dood door een enemy en ik wist dat die enemy daar ergens liep. Ze spannen nu naast me en achter me, dus ik moet hier eventjes blijven zitten, want nu snap ik het zelf ook niet meer. Ik hoorde iemand lopen. Ja, kijk, die jou hoorde ik lopen. Dan hebben we hitmarkers op, die gaat zo te zien doorlopen. Dan wachten wij hem eventjes op. Hij gaat gewoon de bunker in, dus dat is mooi. Dan kunnen wij de andere kant namelijk weer op. En dan gaan wij gewoon weer hier zo de bunker in. Dan gaan we even kijken of dat gaat lukken. Ze pakken zo te zien Charlie. Ik weet niet waar Charlie zit. Dan moet ik even op mijn kaartje kijken. Ik weet niet waar Charlie zit. Niet doodgaan nu. Oké, wegrennen nu, want ze spannen allemaal achter me. Nee. Ah, shit. Ik moest eigenlijk gewoon blijven staan. Maar ik rende weg. We hadden bijna de dubbel Moab. Maar dat maakt verder ook niet uit. Ik roep gewoon mijn eerste Moab in. Eerste potje Modern Warfare 3. Best wel een lekkere score. Het game zit er bijna op. Natuurlijk geen ronde switch in Modern Warfare 3. Ik vind het best wel een lekker spel om te spelen, zoals je kan zien. Natuurlijk speelde ik gewoon met de overpowered ACR. Maar bijna hadden we de dubbel Moab te pakken. Alleen helaas gingen we dus dood. Misschien kunnen we nu nog een hele snelle Moab halen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik vind het best wel weer leuk om gewoon Modern Warfare 3 te spelen. Gewoon een beetje geconcentreerd te spelen. En niet gewoon als een kip zonder op rondrennen, wat ik eigenlijk altijd deed op Modern Warfare 3. Gewoon een beetje tactisch erop afrennen en niet gewoon de spans in rennen, wat ik nu alsnog deed. Maar dat maakt verder niet uit dat we nu dood gingen. Ik heb één mob te pakken, dubbel mob was een faal, maar dat maakt verder ook niet uit. En dan gaan we nu gewoon chill erop afrennen. Oh, hij gebruikt de strijker. Ik haat de strijker, jongens. Ik roep mijn mob in en ze gaan opeens rare wapens lopen gebruiken. Ik ga meteen twee keer dood. Dus altijd, roep je je mob in en denk je, ja, ik heb een mob gehad. En wat moet ik nu nog in het spel doen? Ik kan nu eigenlijk niks meer doen. Er zit nu geen doel meer in dit game om te voltooien. Dus nu ren je gewoon een beetje rond. Je wacht tot het potje is afgelopen. En dat vind ik best wel jammer, want je kan nu niks meer halen. Eigenlijk moet je nu, als je weet dat het potje er bijna op zit, gewoon eventjes switchen naar S-Sult of zo. Dat je misschien nog wel een 100 plus ervan kan maken. Dat je gewoon nog iets kan doen in het game om je bezig te houden naar het einde van het game toe. Want nu loop ik gewoon een beetje dus rond en ik zie wel wat er gebeurt. En als ik nu dood ga, boeit me ook niet meer. Maar daardoor verpest je wel altijd gewoon je scores op Modern Warfare 3. Gewoon eventjes gewoon een vlagje erbij pakken. Is het potje ook meteen sneller afgelopen. En dan zit het potje er alweer bijna op. We moeten nog 6 puntjes en dan zit het potje erop. Heerlijk potje weer. Allereerste potje Modern Warfare 3 na ongeveer 3 maanden tijd of zo. En ik vond het wel weer een lekker potje. 1 mob op je gehaald. Dubbel mob faal, jammer genoeg. Dat vond ik best wel jammer eigenlijk. Als we nou gewoon een dubbel mob konden halen, het allereerste potje, had ik er best nog wel vertrouwen in dat we misschien nog wel een keertje een triple mob konden halen. Maar jongens, eerste potje zit erop na 3 maanden spelen. 59-6 is mijn eindscore. We hebben 1 mobje gehaald. We gaan nog kijken naar de prachtige final killer van Cross the Lights. Ik wil jullie allemaal gewoon bedanken voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken. Als we 800 likes op deze video kunnen halen, dan ga ik gewoon weer meer Modern Warfare 3 uploaden. Ook gewoon complex doen van Modern Warfare 3. En ook gewoon weer live complex doen van Modern Warfare 3. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer. Bye bye.